Het belangrijkste wat u moet weten over virals is dat ze niet zo echt zijn als ze lijken. Sterker nog, meestal wordt u moedwillig op het verkeerde been gezet. Soms door een simpele vondst, maar vaak ook door geraffineerde trucs en handige foefjes. In deze cursus leren wij u de fijne kneepjes door bestaande virals te bestuderen, zodat ook u straks iedereen een rad voor de ogen kunt draaien. Kinderen zijn immens populair op het internet. Vooral baby's doen het goed. Kijk maar eens naar dit filmpje en zie of u de truc zelf kunt ontdekken. Heeft u hem door? Vast niet. Dit is het geheim van de makers. De baby's reageren op speciaal geprepareerde luiers. Daar zijn twee stroomdraden aan bevestigd, hier de plus en daar de minpool, en een kleine druk op deze schakelaar, en door middel van een paar zwakke stroomstoten worden alle baby's tegelijk gekieteld. Uit ons dak gaan willen we allemaal wel eens. Daarom zijn virals met gewone mensen die gek doen zo populair. Maar hoe doe je dat nou? Iemand spontaan en overtuigend gek laten doen op commando voor een camera. De maker van deze video vroeg zijn buurman op bezoek. Na 14 flesjes bier werd hij achter de computer gezet en kreeg een koptelefoon op. De rest is simpel. U zet een vergeten zomerhitje op, vraagt de buurman mee te zingen en, niet te vergeten, zet uw webcam aan. Stunts en andere bijzondere verrichtingen doen het ook altijd goed. Hoe hoger de wow-factor, hoe viraler de viral. Het volgende filmpje laat zien dat ook de armste derde wereldlanden prima virals kunnen maken. Ziet u het? Balsa houtblokken. Ingesmeerd met rietsuikerstroop. Plus een subtiele geluidsnabewerking van iemand die twee bakstenen tegen elkaar slaat. Zo simpel kan het zijn. U ziet het. Niets is wat het lijkt bij virals.